This ain't New York, this ain't paradise. This is hard work, this is sacrifice. I'm not waiting. Het album heet This Ain't New York eigenlijk, omdat dat, toen ik in New York was, viel me heel erg, nou ja, werd ik overdonderd door de stad, hè, door dat die, hè, wat ze letterlijk zeggen, dat hij nooit slaapt en dat daar eigenlijk alleen maar successen lijken te zijn en hè, hoge gebouwen, limousines die af en aan rijden, mensen die ja, een bepaald soort leven leiden, zeg maar. En ik heb dat nummer This Ain't New York letterlijk geschreven als zijn van ja, dat hè, als je het dan over contrast hebt, zit daar wel contrast in met mijn leven. En dat alsof het lijkt in New York dat daar alles zomaar vanzelfsprekend gaat. En terwijl we denk het werkelijke leven veel meer is dat je er keihard voor moet werken. En dat je eigenlijk niet zomaar komt aanwaaien. Dus ik heb eigenlijk New York als een soort van metafoor gebruikt. Als zijnde van oké, het is niet zo vanzelfsprekend dat het succes komt. En zoals ik ben opgevoed, zeg maar, draait het vooral om hard werken. En hopen dat wat jij als droom hebt, dat gaat gebeuren. Ik heb altijd al een vinylplaat uit willen brengen. Ik ben zelf ontzettend fan van vinyl. Ik luister veel naar muziek op vinyl. Het is wel een bewuste keuze ook om dat te doen. Ik denk dat er echt wel een aantal liedjes op de plaat zijn die zich goed lenen voor vinyl. Vinyl geeft mij altijd een beetje een warme sound, een warm gevoel. Dus een aantal liedjes die hoop ik komen op vinyl echt nog beter tot hun recht. Ik ben echt ontzettend benieuwd hoe dat gaat klinken op vinyl. Het album heeft denk ik echt wel twee kanten, twee gezichten. Dus er staan echt al een aantal liedjes op die wat meer roots zijn, wat meer country dan zeg maar. Wat meer verhalend. En er staan wel echt wel een paar stevige rocknummers op. En ik denk dat het ook wel de breedte is van mijn eigen muziekvoorkeur. En ja, je schrijft natuurlijk ook een album. En je brengt een album uit wat je uiteindelijk graag live wil brengen. En ik wilde ook gewoon wel het podium op kunnen met wat stevigere liedjes. Ik schrijf eigenlijk het liefst liedjes hier thuis. Dan ga ik achter mijn piano zitten. Ik gebruik alleen die piano niet echt voor het schrijven. Ik gebruik liever de gitaar en ik kan eigenlijk pas schrijven als het rustig is om me heen. Dus als het huis leeg is of de kinderen slapen. Meestal heb ik wel al ergens een regel in mijn hoofd of een titel van een nummer. En als ik de rust en de ruimte vind om ervoor te gaan zitten, Dan komt er meestal wel iets. En inmiddels als je dit al een paar jaar doet, dan ken je al wat tips en trucs die je zelf kunnen helpen. It's better to be safe. Ik moet eerlijk zeggen, het heeft ook al een tijdje geduurd voordat ik wilde toegeven, zeg maar, dat ik echt van die muziekstijl hou. Hè? Omdat over het algemeen wordt country muziek als redelijk oudbollig bestempeld, zeg maar. En die muziekstijl is niet echt vernieuwend. Er is in de afgelopen jaren denk ik niet zo heel veel in veranderd of zo. Hè? Instrumenten als een pedal steel bijvoorbeeld, ja, dat is eigenlijk al een heel traditioneel instrument, en banjo, et cetera. En daar verandert eigenlijk niet zoveel mee. Maar ik vind dat eigenlijk juist wel lekker dat het juist wat minder contrast heeft en dat het heel erg op bepaalde roots eigenlijk gebaseerd is. En dat het gewoon heel erg om het liedje draait en niet zozeer om allerlei gekke wendingen in liedjes of zo. Het draait om het liedje, het draait om de tekst en de boodschap die de schrijver heeft, daar met dat liedje heeft. En ik probeer dat zelf in mijn eigen liedjes ook heel erg, om wel ja, echt daarop te letten. De liedjes die ik schrijf, de inspiratiebronnen voor die teksten, die komen eigenlijk ja,
uit mijn dagelijkse leven, de dingen die ik meemaak met mijn gezin. Ik heb 2 kinderen. Ja, dat zijn eigenlijk gewoon levenservaringen. Ik denk dat veel mensen zich ook wel herkennen in de dingen die ik, waar ik over schrijf. En daarnaast gaan veel van mijn liedjes ook wel over mijn jeugd en hoe ik opgegroeid ben. En, want dat heeft ontzettend gevormd. Heeft me uiteindelijk heel erg gevormd tot wie ik nu ben. En ja, een soort van... Ja, het hard moeten werken, het iets willen bereiken. Dat is eigenlijk wel een voortdurende onrust die in mij zit. En die onrust die hoor je denk ik in een aantal liedjes wel terug. Ik heb geprobeerd dat eruit te schrijven, maar dat lukt niet. Die onrust blijft er denk ik wel even zitten nog. En nu het album bijvoorbeeld klaar is, ben ik al lang en breed bezig om weer nieuwe nummers voor het nieuwe album te schrijven. En dat is voor mij ook een voortdurend proces. Dus ik vind het moeilijk om die onrust te verliezen of zo. Maybe all that I am is more than I'm worth. But something's telling me there ain't no use begging for more. Nou, als ik een liedje heb geschreven, dan neem ik hem hier mee naartoe. We zijn hier in de repetitieruimte. En dan komt dat spannende moment dat je, dus eigenlijk iets wat je voortdurend voor jezelf hebt gehouden, dat je dat aan de rest van de band laat horen in eerste instantie. Dus dan heb ik het vaak op mijn laptop staan of op mijn telefoon of alleen maar in mijn hoofd. En dan gaan we met z'n allen aan het nummer werken. En dan gaan we dat wat ik in mijn hoofd heb, zeg maar, qua songstructuur, gaan we gewoon eens even kijken of dat het echt een liedje kan worden. Nou, zo hebben we doorgeschreven eigenlijk tot we 15 tot 20 liedjes hadden. En toen werd het wel echt tijd om de studio in te gaan. Om echt het album op te gaan nemen. En we zijn in Eindhoven in de studio gaan werken bij Gabriel Peters. Zijn studio heet Uncle Gabe's Sound Studio. Te gekke studio, goede sfeer. Gabriel is een ontzettend goede producer. En we hebben ontzettend fijn opgenomen daar. Super blij met de sound. Maar die sound daar hadden we zelf ook al goed aan gewerkt. We wisten wel, als band hebben we een goede pre-productie gedaan. We waren goed op elkaar ingespeeld. En we wisten eigenlijk wel redelijk hoe we wilden dat het album ging klinken. En de eerste 3 dagen hadden we eigenlijk alle basistracks er al op staan. Dat betekent bas, drums en slaggitaar. En dat was fijn. Dat kwam ook omdat we denk ik goed voorbereid waren en de nummers echt wel al strak speelden. En dat geeft gewoon extra ruimte om die liedjes in te kleuren en de tijd te nemen voor iets wat ik heel belangrijk vind. Dat is gewoon een goede zang ten eerste, maar ook samenzang. Dus ik hou ontzettend van koortjes. Dus ik hou ook van lagen daarin, diepgang daarin. En ik ben ook super blij met de stemmen van Rolf en John en ook die van Kirsten, die gewoon echt iets toevoegen aan bepaalde nummers. Ik denk, als je naar het album kijkt, denk ik dat het nummer Back Home het meest catchy liedje is. We hebben daar ook wel bewust, zeg maar, het refrein voorzien van mooie zang, samenzang, zeg maar. En ik moet zeggen dat toen die opgenomen werd, ik hem ook wel echt de hele avond in mijn hoofd heb gehad. Zelf, zeg maar, dat die gewoon wel echt heel erg blijft hangen. Dus daar ben ik wel heel trots op dat hoe we dat refrein hebben gemaakt. Wat ik bij het nummer This in New York echt heel tof vind, is de solo die Rolf daar op zijn pedalsteel heeft ingespeeld, halverwege het liedje. De vibe die hij daar neerlegt is echt fantastisch en het was eigenlijk de eerste of de tweede take die hij überhaupt probeerde. Dus we keken elkaar echt allemaal in die studio aan en zeiden van, dit is het gewoon, weet je wel.